Jongens, daar zijn we nou weer met een nieuwe Minecraft video. En in deze video laat ik wat zien over de nieuwe textpack die ik heb gedownload. Ook wel de City textpack. Dit is een leuke textpack om eigenlijk een city mee te maken. En als jullie niet weten wat een textpack is. Een textpack is eigenlijk een pack. Iets wat je kan downloaden. Dat je wereld er anders laat uitzien. En de spullen in de wereld. Maar ja. In deze aflevering ga ik eigenlijk de blokken in de textpack laten zien. En ook nog naar de Nether. Te beginnen met een tralies. Ik vind dit zelf wel een leuk tralies. Hier, als je een winkelcentrum bouwt of wat dan ook. En je wil er niet vanaf vallen, kan je dit als hekje plaatsen. Ik vind het zelf heel grappig. Nu laat ik even de mobhoofden zien. Zodat jullie ook weten hoe de mobs eruit zien. Want die gaan er ook met textpacks anders uitzien. Dan weten jullie nog steeds niet hoe ze er helemaal uitzien. Want nu zien jullie alleen het hoofd. Dit is een normale hoofd, al met je beginskin, zombiehoofd, skeleton en een wither skeleton. Een wither skeleton is eigenlijk waar als daar een skeleton met een zwaard in een nether. Deze vind je vaak in kastelen. Maar ja, even nog. Zie die enderpearl, die lijkt net op knikken. En in de vorige video heb ik wat uitgelegd over een enderpearl. Een enderpearl is eigenlijk een... moet je endermens voor killen. En dan kan je rond teleporteren en gooien. Maar ik denk dat ik naar de Nether ga. En dan zie ik jullie bij de Nether, guys. Jongens en meisjes, daar zijn we dan in de Nether. En hier is de wither skeleton waar ik over sprak. En we zijn nu in de Nether castle. En hier, nu heb ik ook een ander soort armor. De leather armor. En in de normale wereld had ik iron armor. En verder ga ik niet heel veel vertellen over de nether. Want dat ga ik in een andere video behandelen. En als je nou zegt, Rick, dit wil ik heel graag zien in een andere video. Nou, laat het me weten in de reacties. En we gaan meteen door. Dit is een zombie pigment. En dus over de zombie pigments heb ik wat uitgelegd in de vorige video. Over de mobs. Maar ja, een zombie pigment houdt gewoon een golden sword in de handen. Als jullie dat al was opgevallen. En we hebben daar glowstone aan het dak en een chest hier, maar die verschilt niet zo heel erg. En we hebben ook een skeleton. Misschien wisten sommigen van jullie dit niet, maar skeletons zijn er ook in de Nether. Niet normaal in de overworld, maar ook gewoon in de Nether. Nou ja, we slaan met graven. Zo. Maar ja, hier hebben we de Blaze en ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken, te abonneren. Tot de volgende video.